Om autobanden objectief te beoordelen, kijken onafhankelijke testers naar een groot aantal criteria. Een band kan alleen een topscore behalen als hij op alle individuele onderdelen perfect voor de dag komt. Vergelijk het met een voetbalteam. Dat bestaat uit 11 spelers op het veld en 5 reserves die later ingebracht kunnen worden. Ook hier geldt dat op iedere positie een topspeler moet staan om aan het eind van het seizoen bovenaan de ranglijst te kunnen eindigen. Sinds 1 november 2012 is er het verplichte EU-bandenlabel. Op basis van de 3 criteria waarop dit label is gebaseerd, bekijken we wat daarvan de bijdrage aan de perfecte winterband is. Laten we beginnen met een topkeeper die het remvermogen op nat wegdek representeert. Vervolgens is er de sterke rechtermiddenvelder, die staat voor de rolweerstand. En tenslotte is er de waanzinnige spits. Hij vertegenwoordigt de geluidsproductie van een band. Hoe sterk zou dit team zijn? De rechtermiddenvelder komt met creatieve ideeën en de spits is altijd goed voor een doelpunt. Bij dat alles is de keeper in de ideale positie om zijn teamgenoten aan te sturen. Bovendien kan hij zo af en toe ook een briljante redding uitvoeren. Maar hoe gaat de verdediging om met ballen die over de flanken worden gespeeld? Zijn de verdedigers wel in staat om doelpogingen van de tegenstander effectief af te slaan? En hoe sterk is het centrale middenveld eigenlijk? Kortom, de 3 criteria van het EU-bandenlabel stellen ons niet in staat om belangrijke eigenschappen als het remvermogen op sneeuw, ijs en droog wegdek te beoordelen. Ook zegt het niets over het rijgedrag op besneeuwd, droog en nat wegdek. Zelfs de grip op sneeuw en aquaplaning blijven buiten schot. Bovendien kunnen we niets zinnigs zeggen over de kwaliteiten van de 5 reserves. In totaal zijn er dus maar liefst 13 criteria die buiten beschouwing blijven. De ontwikkeling van een topwinterband heeft veel gemeen met voetbal. Veiligheid moet altijd de topprioriteit zijn. De manier waarop een winterband reageert op een besneeuwd, ijzig of nat wegdek komt overeen met de manier waarop verdediging van een topvoetbalteam speelt. Ook hier geldt, je wint een kampioenschap als team. Aan 3 getalenteerde spelers alleen heb je niet genoeg.